streaming service Amazon kondigde in 2019 een game aan als onderdeel van de Lord of the Rings plannen van het bedrijf, maar dat project is nu van de baan. Zondag werd bekend dat Amazon niet tot een overeenkomst is gekomen met de nieuwe eigenaar van de ontwikkelaar van de game. Tekst gaat verder onder advertentie. Amazon kocht in 2017 de rechten om een prequelserie te maken van de bekende filmreeks, die weer is gebaseerd op de boeken van J.R.R. Tolkien. 2 jaar later maakte de streaming service bekend dat er tegelijkertijd met de serie ook een PC-game zou worden uitgebracht. Het spel werd ontwikkeld door het Hongkongse bedrijf Liyao, dat eind vorig jaar werd overgenomen door de Chinese entertainment-conglomeraat Tencent. De onderhandelingen over de voortzetting van het project onder de Chinezen is nu stuk gelopen, melden verschillende Amerikaanse media. Afgelopen week werd bekend dat er nog meer geld in de Lord of the Rings-serie wordt gepompt dan al bekend was. Ooit was de voorspelling dat de 5 seizoenen die van de serie gepland staan, samen zo'n $1 miljard, €835 miljoen, gingen kosten om te maken. Radio New Zealand onthulde vrijdag echter dat het eerste seizoen alleen al een productiebudget heeft van $650 Nieuw-Zeelandse, zo'n €387 miljoen. Buzzelets Blok ADS.